Nijmegen-Noord is het hartstikke druk. De bouwvakkers zijn nu druk aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen. Daar lijkt niet zoveel mis mee te zijn, maar de bestrating is dus een ander verhaal. De straat achter mij, daar staan de parkeerplekken er goed bij. Je kan een auto daar prima parkeren. Nou, kijk je hier, dan zie je dat daar nog een heel stuk straat open ligt. Daar komt een stuk groen, wat in mei al af had moeten zijn. Er komen geen parkeerplaatsen. Dat is dan ook de vraag van de bewoners. Komen er wel genoeg parkeerplaatsen voor alle inwoners van deze wijk? En dan kijk ik aan deze zijde, de bestrating voor de parkeerplekken. Nou, dat is gewoon nog niet af. Je kunt je auto er ook niet heel goed kwijt. Maar er wordt wel al gehandhaafd als je auto verkeerd parkeert. Volgens buurtbewoners komen de handhavers best wel vaak in deze wijk. Mijn eigen auto is soms gewoon zoeken. Vaak staan er ook werkbusjes of vrachtwagens of hijskranen op mijn plek. Of op, überhaupt op de straat, zodat je er niet bij kan komen. En voor bezoekers, zeker mensen die slechte been zijn. Nou ja, sinds ongeveer een maand hebben we hier een stoep voor de deur. Dat heeft ongeveer 5 maanden geduurd. Dus het is veel lastiger ook voor bezoekers. En met name mensen die wat ouder zijn, wat slechter lopen. Of in ons geval met een kinderwagen. Om gewoon bij onze voordeur te komen. Ja. Ja, en dan hebben we het over de bestrating. En ze gaan natuurlijk, ze delen nu al boetes uit. Heeft u al een boete ontvangen? Nou ja, wij hebben inderdaad een boete ontvangen. Omdat de plek die we wel hebben bezet werd door een werkbusje en wij hem even aan de straat hadden gezet. En er een vrij onduidelijke communicatie is geweest over vanaf wanneer er gehandhaafd zou worden. Er staat hier een bord dat zegt vanaf medio 2022. Nou is het woord medio al heel erg dubieus. Is dat in juli. En 2022 klopt duidelijk niet, want het bord komt van de Aldi vandaan waar het een jaar gestaan heeft. Dus niemand heeft het echt heel duidelijk gecommuniceerd. Dus die boete vind ik eigenlijk ook niet terecht. Ook de lokale VVD-fractie heeft kritiek op deze situatie. De partij vindt dat de straat en stoep eerst af moeten zijn voordat er betaald parkeren wordt ingevoerd. Kijk, als je ergens gaat wonen, huizen gaat bouwen, moet je zorgen dat je huis er is en een parkeerplek. Want een parkeerplaats is de start en het eindpunt van je reis. En als je als gemeente een wijk gaat ontwikkelen, moet je gewoon zorgen dat er voorzieningen af zijn voordat je mensen laat betalen voor die voorzieningen. En dat gebeurt gewoon niet. In deze wijk wordt niet voor alle gebouwen die in aanbouw zijn parkeerplaatsen gemaakt. En er ontbreken parkeervergunningen op sommige locaties waar wel parkeerplaatsen zijn. De partij vreest dat dit zorgt voor meer verkeersproblemen. Wat zijn dan de alternatieven? Nou, om te beginnen, niet gaan handhaven voordat de voorzieningen hier in orde zijn. Ten tweede, zorgen dat er gewoon voldoende parkeerplaatsen zijn. Er zijn niet voor niks parkeernormen, die heb je gewoon nodig. En ten derde, gewoon stoppen met automobilistenpesten.